Goed, week 2 in Thailand. De laatste keer moest ik natuurlijk nog mijn bus halen om richting Bangkok te gaan. En vanaf Bangkok mijn vliegtuig met Trang. Dat heb ik gedaan. Alleen die bus stond heel groot op. Free wifi, super chill. Nou, er was dus nergens geen free wifi te krijgen. Überhaupt geen wifi. Ik kon het ook niet kopen. Het zat er gewoon niet in. Er zat een heel lief mannetje naast me, gelukkig. Die mij dat hoorde vragen. En die zegt, joh, je mag mijn wifi wel lenen. Dus dat was echt super cute. Was ook de enige Engelse woorden wat hij trouwens kon spreken. Wifi, wifi. Ik dacht, nou prima, ik had zijn wifi in ieder geval. Ergens midden in de nacht gingen we stoppen voor diner. Maar dat was dus echt alleen maar local food. Ook alleen maar local drankjes. Ik had echt behoefte aan een ijskoud colaatje. Was er niet. Dus ik had drama. Ik leef alleen maar op water en cola hier. Cola reinigt je pens, zodat doodt alle bacteriën die erin gaan, zeg maar. Dus ook alle slechte. Dat is het positieve eraan. En toen moest ik dus uitstappen vlakbij het vliegveld, moest ik nog een taxi nemen naar het vliegveld toe. En ik had aan het vrouwtje gevraagd bij het travel station. Ik zeg, joh, wat kost mij die koude taxi? Zegt ze, nou maximaal 120 baht. En ik kom daar bij die taxi aan en die vent zegt, ja 650 baht. Ik zeg, nou ja, jij spoort niet. Hij zegt, ja 65 kilometer rijden, bla bla bla. Dus ik pak mijn Maps niet erbij. Ik zeg, nou ik weet niet, 8,4 kilometer. Ik zeg, je krijgt niet meer dan 150 baht. Nou, met veel tegenzin nam die me toch mee. Ik had me eigenlijk gewoon meteen de deur moeten wijzen. Ik denk, fuck jou, je probeert me te naaien, hè? Weet je. Maar goed, ik wilde naar het vliegveld. Ik denk, oké. Toen kwam ik aan op het vliegveld, moest ik nog een paar uur wachten. Voordat ik eindelijk mijn vliegtuig in kon. En toen zat ik in het vliegtuig, had ik een plekje bij de nooduitgang. Het was een uurtje vliegen. Nog steeds niet geslapen, dus ik was inmiddels al bijna 36 uur wakker. En toen moest ik mijn tas in het bagageding leggen, het bagagehok, omdat ik bij die nooduitgang zat. En normaal gesproken hou ik altijd mijn tas onder mijn stoel. En op het moment dat ik daar aankom, ik zie alleen maar regen tegen de ramen klapperen, helemaal kut. Ik pak mijn tas eruit, krak. Daar ging mijn gelukspoppetje die ik had gekregen. Dus dat was al echt een goed begin over mijn visite in Trang. Nou, Trang was echt helemaal drama voor de rest. Alleen maar regen, regen, regen. Geen toerisme, helemaal niks. Alleen maar locals. Helemaal kut. Dus toen ben ik gaan slapen. Ik heb wel echt goed geslapen. Want ik heb in Chiang Mai niet zo goed geslapen vanwege die hele harde bedden. Dat was wel echt chill. En toen ik ging douchen, liep er op een gegeven moment zo'n koude kakkerlak in die koude douche. En ga nou niet grappig zitten doen en zeggen, ben je eindelijk met je soortgenoten? Want dat is dus niet grappig. Volgende dag heb ik als een malle mijn tas ingepakt. Ik denk, ik moet weg hier, ik moet naar toeristen. Ik had gewoon behoefte aan blanke mensen. Ik weet het niet, ik ben geen racist, maar sorry. En toen liep op het moment dat ik mijn laatste spullen inpak, liep er nog wel 10 keer grotere kakkelak over mijn bed heen. Dus ik was echt heel snel weg. Toen heb ik de bus naar Krabi gepakt. En Krabi is een stadje, superleuk stadje in het zuiden ook van Thailand. Aan het strand, supermooie stranden, maar ook regen. En niet zo'n klein beetje ook. Echt heel veel regen. Ik had nog vanuit Krabi Town moest ik een taxi pakken naar Krabi Beach. Had ik nog ruzie met een taxichauffeur omdat ik mijn tas niet op de grond wilde zetten. Zo'n laag water op die grond. Hij zegt, ja, dan moet je dubbel betalen, dit en dat. Ik zeg, ja, ik ga die tas niet op de grond zetten. Ik heb godverdomme die hele tuk-tuk van jou verbouwen voor de kosten van die tas. Ik weet niet. Dus uiteindelijk was hij niet zo blij met me. Maar ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb ook niet dubbel betaald natuurlijk. Dag, ik ben wel blond, maar het is allemaal geverfd. Zoals je kan zien. Dus nou, heb ik eerst de beste hostel die ik zag, ben ik ingelopen. Ik had niks geboekt, wat dan ook. Nou, echt een fucking mooi hostel. Heel duur. Je wordt namelijk heel gierig hier, omdat alles hier zo goedkoop is. Wil je alles ook zo goedkoop mogelijk hebben, betaal je €15 per nacht. Dat is serviceduur voor Thailand prijzen. Maar het is zo mooi. Elke dag wordt mijn bed verschoond. Helemaal goed. Dus dat was echt heel chill. En op het moment dat ik net gedoucht had en ik voelde me weer een beetje lonely in de regen, komt er een nieuw meisje binnenlopen. En dat was een Nederlandse. Dus echt fucking chill. Maar het regende dan nog steeds en het regende. Dus 's avonds hebben we wat gedronken en een beetje op tijd naar bed gegaan. En toen heb ik de dag daarna, hebben we, omdat het alleen maar regende, ik denk, nou ja, dan gaan we maar een massage boeken. Want massages zijn hier dus nog steeds heel erg goedkoop. Ze hebben ons lekker laten masseren. Op een gegeven moment was het droog, zijn we heel even op het strand gaan zitten, super chill. Hebben we een tour geboekt voor het vier eiland hoppen. Hele mooie eilandjes hier in de buurt. Dus die hadden we geboekt. En ik ben toen daarna ook mijn pinpas kwijtgeraakt. God mag weten waar dat fuck dat ding is. En daar zat 5000 baht bij. En 5000 baht is ongeveer €140.
Dus eigenlijk had ik gewoon een kutdag, omdat het alleen maar regende. En ik was mijn pinpas kwijt. En die 5000 baht, weet je. Dus helemaal fucked. Maar goed, vrijdag zijn we toen wel gaan eilandhoppen. Het weer viel een beetje tegen, maar het was minder erg dan de dagen ervoor. Want er waren wel momenten dat het droog was. We hebben zelfs die dag 6 minuten en 41 seconden zon gehad. En daarin ben ik dus ook gruwelijk verbrand. Ik had tegen haar gezegd, ik laat mijn zonnebrand en mijn zonnebril thuis. Want dan gaat de zon misschien schijnen. Nou, dat gebeurde dus ook even. Ik had de hele dag zo zitten knijpen, omdat de lucht hier wel heel scherp is. Ja, ik was onwijs ziek op die kutboot. Dus ik heb eigenlijk de hele tijd buiten gezeten. En op het moment dat we dan stil gingen liggen om te snorkelen, ging die hele boot ging zo. Dus heb ik alleen maar zo op de horizon zitten focussen helemaal. Ik werd helemaal gek. Maar het moment dat we van het eiland, van de boot af waren en de eilandjes opgingen, was wel echt heel leuk. Echt hele mooie eilandjes, dus dat was echt cool. Op een gegeven moment zagen we nog zo'n apie, gewoon midden tussen alle toeristen. Die zit gewoon bij iedereen, bij elke toerist, probeert hij zijn eten weg te jatten. Super grappig, ik hield mijn eten goed bij, maar andere toeristen gegeten ervan omdat we vandoor gingen met hun eten. Vond ik leuk. Wel mijn eerste kleurtje gekregen, een beetje. En ik heb nog even in het water gelegen waar zo'n mooie tropische visjes gewoon zo om me heen cirkelden en zwommen. Dus dat was echt heel cool. En was op Rayleigh Beach, was een gigantische dildo-grot. En daar gooit iedereen dus een dildo neer of een houten piemel of iets in die richting. En daar gaan ze dan lopen bidden in de hoop dat ze zwanger worden en een gezond kind krijgen. Dus zaten er allemaal locals, zaten er te bidden voor hun leven. En ik zat alleen maar in de dildo's te kijken van, what the fuck, past dat? Zulke dingen doen we niet normaal. En s'avonds, toen hebben we samen met een Engelse roomie, omdat we met z'n vier op een kamer lagen hier, zijn we shisha gaan roken. Hebben een beetje Jenga gespeeld. Het regende nog steeds, dus je moet toch wat. Toen zijn we de dag daarna, ben ik naar Rayleigh Beach gegaan met die Engelse chick en met een vriend van haar. En ja, dat was op zich superleuk. Was ik toevallig de dag al voor al geweest, maar toen moest ik met een half uurtje weg. En nu hebben we ook gewoon echt even liggen zonnen, liggen chillen. S'avonds zijn we naar de nightmarkt gegaan, night market. Ja, dat was wel echt bizar. Echt alleen maar eten. Waar je kijkt, zag je eten. En ik hoorde het live muziek. En over het algemeen is de live muziek hier best wel goed. En het was niet om aan te horen. Gewoon. En die Engelse chick, nou dit is wel oké. Ik denk, nou, ik weet niet of je oren aan je harsjes hebt zitten. Maar het is allemaal zo fucking vals. Later liepen we dus langs het podium, bleek het dus een karaokeavond te zijn. Dus dat verklaart ook waarom het allemaal zo fucking slecht was, niet om aan te horen. Ja, en toen kwamen we langs een steentje met grasshoppers en crickets en worms. Dus toen heb ik inderdaad sprinkhanen gegeten en krekels en wormen. Dat was wel even een hele ervaring. Sprinkhaan was nog niet eens zo heel vies, die worm was echt te ranzig. En die krekel die was eigenlijk nog wel een beetje lekker. Heel knapperig allemaal, maar daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Dus die zal ik ook even zo posten. Wel grappig. En omdat hun een huurauto hadden, heb ik gezegd, Peter, laat je mij gewoon even rijden. Want dat wijf kon echt niet rijden. Super lief meisje, maar ze kon niet rijden. Dus toen heb ik hier gereden. Links rijden, stuur zit rechts. Dus het is ook wel even omschakelen, wennen. Wat het meest irritant was, dat de knipperlicht aan de verkeerde kant zat. Maar goed, dat was ook wel even een dingetje. Superleuk uiteindelijk hoor. Zondag heb ik echt geen reet gedaan. Ik werd heel laat wakker. Toen kwam ik erachter dat er dus bij het hostel een zwembad zit. Althans in het resort hierachter. Maar dat hoort bij het hostel en daar mogen de hostelgasten gebruik van maken. Dus dat was super chill. Toen zijn we nog even naar Krabi Town geweest om te shoppen. Stel ik zou een Thaise man willen. Dan is dat op zich echt geen probleem. Want het Engelse meisje liep achter me met donker haar en krullen. Nou, die werd niet eens aangekeken. Super mooie, leuke meid. Maar al die mannen kwamen allemaal, dit, dat, alles, echt alles. Ik werd gewoon helemaal lijp eigenlijk. Maar goed, ik heb er geen behoefte aan. Dus ik heb ze echt heel vriendelijk allemaal, kop kom kana, thanks, go away, leave me alone, tief op, godverdomme, of ik sla je kop van je romp. Ze verstaan me lekker toch niet, dus dat is echt super chill. En toen hebben we ook nog even een tempel gezien. En gewoon nog steeds heel veel zwerfhonden hier. En toen ging die vriend van die Engelse chick, die ging weg. Mijn Nederlandse roomie die is inmiddels al 2 dagen weg, want die ging nog even naar Bangkok, want daar was het wel mooi weer. Die had maar 2 weken, ik kreeg toch nog genoeg zon te zien. En toen dacht ik s'avonds, ik had zo'n trekker chocola en in Trang had ik een reep Toblerone opengemaakt. Had ik een paar stukjes van gegeten, had heel goed opgeborgen. En de volgende dag liepen er 100.000 beestjes in mijn Toblerone, dus die heb ik in één keer weggegooid. Heel kut, heel zonde. Denk ik hier chocola te gaan halen. Fucking duur. Ze hebben niet eens echt een stuk chocola. Het meeste chocola wat je hier kan halen is een Snicker of een Kinder Bueno. Betaal je ook meteen bijna €2 voor.
Dus dat was echt helemaal kut. Het is ook wel grappig dat die auto's hier, moet ik nog even zeggen, die hebben dus geen verwarming. Ze hebben allemaal een airco. Daar heb ik ook een foto van gemaakt. Je hebt dus een blauwe strip, maar er is dus nergens een rode strip. Moeten wij in Nederland niet aan denken, zeker jullie niet, nu het fucking koud is bij jullie. Maar dat heb je dus gewoon niet. En ja, voor de rest was de dag daarna ben ik volgens mij voor het eerst naar McDonald's gegaan om te ontbijten. Ze hebben hier een dubbele Mac sausage, bacon, egg en een dubbele sausage. En die is zo lekker. Dus die heb ik gehaald. Fucking chill. En toen zijn we naar de massage happy hour gegaan. Dat was dus gewoon massage voor de helft van de prijs. En toen hebben we een coconut oil massage genomen. Die was normaal 400 baht. Dat is omgerekend iets meer dan €10,50. En die was dus nu voor de helft van de prijs. Ja, en dan had ik zo'n verbitterd oud vrouwtje. Die volgens mij 20 jaar geen seks had gehad. En die elk botje in mijn lichaam even ging kraken. Op een gegeven moment mijn hamstrings oprekken. Ik denk echt bij mezelf, mevrouw, mijn hamstrings kunnen echt niet verder dan wat je nu al doet. Als je zo doorgaat, dan scheur je ze ter plekke af. Ze heeft mijn knieband een stuk opgerekt, dat ik echt bij mezelf dacht, damn girl, dit is met mijn rug zelfs nog nooit gelukt. En jou lukte tijdens een massage. Mijn voeten waren zwaar verbrand. Boeide haar helemaal niks. Pain is good, only massage good, when you got pain. Ik denk, okay. Maar het was wel heel chill, want het lag aan het strand. Dus ik hoorde echt direct zo die zeegeluiden heel chill over ons heen komen. Dus dat is echt top. Alleen die mensen, die heb ik dus even gevraagd, die werken dus gewoon van 10:00 tot 22:00. Die hebben dus 12 massages van een uur per dag. En als ik met 200 baht voor een massage betaal, dat is iets meer dan €5. Vraag ik me heel erg af wat die arme vrouwtjes in godsnaam verdienen per uur. Maar goed, uiteindelijk ja, heel sneu voor hun. Maar ik heb er een beetje gespekt door in ieder geval een massage bij ze te nemen. En toen was er zon, dus toen zijn we bij het zwembad even gaan liggen weer. Gewoon zon, oh my god, ik wist niet eens meer hoe die voelde, maar hij was er. Heb ik een pad thai gegeten. Het is heel lekker eten. Dat ga ik heel erg missen als ik straks terug ben. Vervolgens hebben we een strandwandeling gemaakt. Een hele vette, brute, mooie zonsondergang gezien. Echt heel mooi, eindelijk. Toen hebben we daarna nog een paar uur op het strand gezeten. En toen was het de laatste avond van mijn Engelse chick vriendin. Dus die hebben we nog een shishaatje gerookt om afscheid te nemen. Dat was gisteren. Vanmorgen vroeg is zij weggegaan. En vandaag heb ik echt geen reet uitgevoerd. Ik heb in ieder geval mijn busreis, of nee, mijn ferryreis naar Phuket geboekt. Ik vlieg de 12e vanaf Phuket naar Singapore. Ik denk, dan heb ik daar nog een paar dagen. Ik wilde eerst naar een maatje van, maar die zit weer helemaal in het oosten van Thailand. Dus dat heb ik helemaal geskipt, omdat hij gewoon nog kutter weer hebt dan ik hier heb. Ik heb mijn was naar de wasserette gebracht. Ik ben nog even bij het zwembad gechilled. Voor de rest heb ik een hele lome dag. Het weer is hier ook weer, dus niet om, ik weet niet of je het kan zien. Ja, het is nu in ieder geval droog. Maar net als ik dat bij het zwembad zat, ging het gruwelijk tekeer. Dus helemaal fucked. Daar zie je het misschien beter bij de berg. Zie je de wolken, grauw. Helemaal kut. Dus morgen ga ik richting Phuket. Hosteltje geboekt. En ik hoop dat het weer gewoon mee gaat zitten. Dan wordt het vast wel weer heel erg leuk. En dan heb ik tot de 12e in Thailand. En dan vlieg ik naar Singapore. Dus tot zover mijn tweede hele fucking vlog. Ik hoop niet dat ik jullie te veel geïrriteerd heb. Eigenlijk heb ik hier de hele week geen tyfus gedaan. Maar ik heb me op zich ook wel weer vermaakt, ondanks het fucking weer. En ja, volgende week, als jullie me zien, hoop ik echt wat bruiner te zijn dan dit. Want that's all. Ik hoop dat jullie een hele fijne Sinterklaasavond gaan hebben vanavond. Daar krijg ik hier helemaal niks van mee. En tot volgende week. Ciao.